harte welkom. Erg blij dat jullie allemaal gekomen zijn. Een maand geleden was er nog niks. En nu is dit er. Ik wil even bij het begin beginnen. Jan Willem, mag ik even? Ja, pak het even aan. De people in the store, they miss something. Wat je stil doet. Even bij het begin beginnen. Ik ben al 3-4 jaar ga ik met Frank de Graaf, wijnimporteur Weverstraat beneden. Gaan wij al naar de wijnbeurs in Düsseldorf, ProWine. De eerste keer loop je wat onwennig rond en aan de hand van Frank. En Frank is dan heel enthousiast en die stuurt je overal mee naartoe. Dat duurt 2-3 jaar, maar in die jaren kan je steeds meer interesseren in wijn. Je gaat steeds meer proeven, steeds meer lezen, steeds meer cursusje hier, even bij die op bezoek. Kortom, langzaamaan komt er iets van, nou, een winkeltje of zo lijkt me toch wel erg leuk. Frank zei nog van, doe dat nou niet, want dan zit je zo vast. Maar aan de andere kant, het werk wat ik nu ook doe met die groothandel in rookwaren en zoetwaren, ben ik al veel weg. Ben ik al wat jij met wijn doet. Dus ik had zoiets, nee, echt een vast honk. En in de buurt liefst. En dan een wijnwinkel. Nou, op een gegeven moment komt dat dan langs. Dankzij Gita. Gita is de vriendin, niet vrouw. Je bent niet getrouwd, Giet, hè? Nee. Op zijn vrouw. Wat zou je zeggen? Sorry, Jan Willem. Wou jij de wijnen schenken voor onze bruiloft? Nou, dus Gita die ken ik nog van vroeger. Gita en van Geurt, die waren vrienden van mijn ouders, dus ik ken Gita al 12 was, 12 weet ik veel, heel lang. Jaar of 10. Gita belt me op, Gita zegt van, joh, dat pand komt vrij. Had ik haar gevraagd, als dat pandje vrij komt, moet je mij waarschuwen, want ik wil er misschien een keer een wijnwinkel. Nou, op het moment ze belt, pand komt vrij. Ja, wat doe je dan, hè? Dan loop je een keer heen en weer door de kamer en denk je, ja, moet ik dat doen. Nou, dat duurt dan 2-3 uur en dan denk ik, nou, ik ga het doen. Dus ik heb het nu gedaan. Het is absoluut een sprong in het diepe. De huur gaat in bij Nico. En er is nog niks. Er is de oude meubilair van mijn voorganger, Wim Harskamp, die hier een reiswinkel in had. Dat staat er nog. Alleen, je gaat dan wel huur betalen. Eddie, Maarten, Jan, vrienden uit de buurt. Ja, wat gaan we doen? Dinsdagavond door de week. Hier zitten van, ja, hoe gaan we dat doen? Eddie met idee, ja, plexiglas. Maarten, schappen. Jan, dan doe ik dat zo. Nou, die drie mannen, die zijn zo verschrikkelijk essentieel, dat dit hier niet was gekomen als jullie dat niet gedaan zouden hebben. En mij onvoorwaardelijk op de meest rare momenten gesteund hebben door nooit geklaagd en nooit te doen. Ja, echt fantastisch. Nou, bravo! Bravo! Hij is nog niet klaar! Ja, dat is echt onvergeeflijk, onvergetelijk. We hebben hier ook een klein plaatje, een klein gedenkplaatje hebben we laten maken waarop jullie ook genoemd worden. Daar staan tevens nog wat andere namen op van mensen die ons erg geholpen hebben in de klusfase en in andere fases. Ik ben erg blij dat de winkel open is. Ik ga wijn verkopen die niet te koop is in Albert Heijn, Gallagal en het zijn kleine wijnboeren, veelal biologisch. Staat het niet op het etiket, dan is het wel zo. En ik hoop jullie heel vaak te zien. Er staan een tafel met krukjes, dus als je niet echt wijn wil kopen, dan even lekker babbelen met mij. Op met jou. Ik wens jullie allemaal een hele fijne tijd met deze winkel. En ik hoop jullie gauw te zien. Hartelijk dank en tot snel. Succes. Ja, 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 succes.